Onder overweldigende belangstelling zijn woensdagmiddag schaatsers Ronald en Michel Mulder en Lotte van Beek gehuldigd vanwege hun bijzondere prestaties op de Olympische Spelen. Duizenden Zwollenaren woonden de feestelijkheden bij op het Grote Kerkplein in Zwolle. De schaatsers waren onder de indruk van de belangstelling. Dat het zo gek zou zijn, ik denk dat dat vooral ook mede komt doordat en Michel Goud en ik brons en dat we samen als tweeling op het podium hebben gestaan, op het allerhoogste podium. Ah, het is wel heel erg gaaf om mee te maken. Toen ik de twee medailles had gehaald, had ik nog niet verwacht dat het zo druk zou gaan worden. Want het heeft wel echt heel veel losgemaakt in Nederland en ook hier in Zwolle. Maar dat is alleen maar mooi en misschien is het maar goed dat ik dat van tevoren niet wist. Want ik moest natuurlijk bezig zijn met een paar goede races rijden. En dat is gelukt. Nou ja, ik heb geen idee wat ik moet verwachten. En ik ga er vooral van genieten. En ik ga het allemaal op me af laten komen. En ik zag al dat het een behoorlijk vol plein was. Dus dat is fantastisch. We zijn geweldige ambassadeurs voor de stad. Het schaatstrio kreeg van burgemeester Henk Jan Meijer de zilveren erepenning van de gemeente Zwolle uitgereikt. Als blijk van waardering voor hun schaats- en skielerprestaties. Uitreiken de erepenning van de gemeente Zwolle. Ik denk dat we er allemaal plezier van hebben. En het geeft eigenlijk, en dat is denk ik mooi, en dat zien we zo meteen buiten, dat er zoveel mensen zijn, dat het zoveel mensen enthousiast maakt. En ik hoop dat een deel ervan, en met name de kinderen, ook daar een voorbeeld in zien. En ook proberen te bereiken wat zij hebben bereikt. Dan is het echt heel mooi. Het hoogtepunt was voor mij toch wel de 500 meter. Dat vond ik zo bloed spannend. En op zo'n enorm hoog niveau. En dan twee Zwollenaren en iemand uit Raalte die het uiteindelijk beslissen. Dat was voor mij het hoogtepunt. En de bloemen zijn ook iets mooier dan in Sochi. Heeft de allerbeste schaatsers ter wereld. En Zwolle is ook een fantastische muziekstad. Zwolle staat op de kaart. We hebben al wat huldigingen gehad. In Assen was ook echt geweldig, ontzettend veel mensen. Gisteren bij de koning en de koningin was ook heel speciaal. En ik denk dat het vandaag in de eigen stad, hè. Ik woon hier, ben hier geboren, getogen, dus ik ben heel erg benieuwd. En zo heeft elke huldiging wel iets speciaals. In Assen waren we net terug en dan merk je echt voor het eerst wat het allemaal losgemaakt heeft. Gisteren natuurlijk kreeg ik het lintje en was in Den Haag ook heel speciaal om de koning en de koningin nog een keer te ontmoeten. Ik had ze al ontmoet in Sochi, maar dat blijft toch speciaal. En vandaag is het dan voor meer bekenden en echt Zwollenaren. Dit weekend moeten de schaatsers alweer aan de bak voor het NK Sprint. Nou ja, ik weet niet goed wat dit allemaal voor uitwerking gaat hebben op de prestaties. Maar dit pakken ze me niet af. Dit was de belangrijkste. En ik denk dat ik dit weekend nog wel hard kan schaatsen. Maar wat het oplevert, ik heb eigenlijk helemaal geen idee. En ik ga gewoon genieten daar. Ga ze me aankondigen als Olympisch kampioen. Daar ga ik vooral van genieten. En voor de rest zie ik het wel. De knop moet er even om. En dat gaat vanaf morgen gebeuren. Ik heb er wel weer geschaatst, ook vanmorgen. Dan zullen we dit weekend in Amsterdam, vrijdag en zaterdag, het NK Sprint hebben. Dus maar geloof me, als ik één keer aan de startlijn sta, dan ga ik weer, hoor. Nou ja, ik rijd het NK Sprint en dat heb ik bewust voor gekozen om de wat kortere afstanden te rijden. Omdat deze dagen gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Dus mijn benen waren al aardig moe vanochtend. En ik heb vanochtend geschaatst en vanmiddag nog een krachttraining. Dus het gaat allemaal gewoon door. En het is natuurlijk wel een heel bijzonder NK op de coolste baan buiten. En heel veel mensen komen, heb ik gehoord. Dus ik ga daar ook gewoon van genieten. En toch het laatste energie eruit proberen te persen om daar ook nog een beetje goed te kunnen rijden.